vind het belangrijkste dat je als mens goed leeft. Dat je goed in het leven staat, dat je de juiste beslissingen maakt. Dat je de goede afwegingen maakt, zo min mogelijk mensen pijn doet. En zoveel mogelijk betekent voor andere mensen. Dat is mijn zin. Dat heb ik gedaan met de Straatkrant. Heel erg in te zetten voor mensen die eigenlijk een beetje gezien worden als verschoppelingen. Die met de nek worden aangekeken. Als paria's behandeld worden vaak op straat. Terwijl ze een heel levensverhaal hebben meegemaakt. Iedereen is een mens. Nou, daar heb ik me heel erg hard voor gemaakt. En later in Sierra Leone, wat we nu nog steeds doen. Met kinderen die diamant aan het graven en zeven waren. Ouders waren vermoord tijdens de oorlog. En die zaten daar echt in een gevangen slaventoestand. Het was bizar om te zien. En iedereen keek de andere kant op. Maar ja, dan kan je bij de pakken neerzitten. Ik denk dat we mezelf gaan het aanpakken. We gaan er iets aan proberen te doen. Dus we hebben heel veel van die kinderen eruit gehaald en eruit gekregen. Ik denk wel heel erg dat je God in jezelf ook moet zoeken. Dat het een onderdeel is dat uitmaakt van je eigen leven. En dat je niet kunt gaan zitten van zo, hij komt wel eventjes op mijn pad. Ik denk wel dat het ook heel erg in jezelf zit. En de kerk is een van de plekken waar je wel de inspiratie kunt opdoen. Waar je naartoe kunt gaan en waar je met z'n allen hetzelfde geloof beleidt. En waar je geraakt kan worden, waar je geraakt wordt. Maar het zit in jezelf. Je moet er zelf achter staan en je moet zelf leven, vind ik, als een goed mens. En als je als een goed mens leeft, dan denk ik dat het allemaal zichzelf wijst, het hele pad. Ik ga zelf geregeld naar de kerk, de kathedraal in Rotterdam. Kom ik graag. En daar haal ik mijn inspiratie. Dan kom ik ook tot rust. Eventjes weg uit de Twitter-maatschappij, de Hives-maatschappij, de Facebook-maatschappij. Eventjes helemaal probeer de telefoon uit en tot rust komen. Het is bovenal een soort oerwoede wat in me zit. Als ik kinderen in de diamantmijnen zie graven naar een edelsteentjes die uiteindelijk in het Westen voor een vermogen worden verkocht, en zij krijgen een habbekrats, soms per groep kinderen één zak rijst per maand, dan komt er een oerwoede in me op. De kinderen waren aan het doodgaan. Daar denk ik van, nou, als niemand hier iets aan doet, dan doet Jan Lul uit Rotterdam. Gelukkig met een hoop mensen die ook geenthousiasmeerd zijn, dan doen we het zelf wel. Ik had ook kunnen zeggen van, verhaal geschreven, nou, dat is van me af. Bij mij lukte het niet. Ik had er slapeloze nachten van. Ik ben teruggegaan. Inmiddels woon ik er voor een deel in zo'n leme hut. Dan ben ik al 20 keer teruggegaan. Ja. En dat geeft dan wel de voldoening. En dan denk ik dat wel de steun van boven me uiteindelijk er doorheen heeft gesleept. Of die oerwoede God is? Ja, misschien wel. Misschien is het wel inderdaad de stem die zegt van, kan toch niet dit? Pak het aan! En dan doe ik het.